Wordt met een grijper de tarwe uit het ruim van het schip gehaald. Per jaar komen er enkele honderden schepen aan, elk met een vracht variërend van 500 tot 3000 ton per vracht. Uiteraard wil Meneba er zeker van zijn dat het eindproduct in perfecte kwaliteit wordt afgeleverd. Controle begint al bij de grondstoffen. Van iedere binnenkomende partij worden monsters genomen. Naast een laboratoriumanalyse worden de monsters vermalen. Pas als deze testresultaten goed zijn, mag het schip gelost worden. Niet alle tarwe is hetzelfde. Ras, klimaat, grondsoort en teelseizoen hebben invloed op de eigenschappen van de tarwe. Na de eerste reiniging wordt de tarwe op basis van zijn eigenschappen opgeslagen in een van de honderden silo's. Door deze partijen zorgvuldig te melangeren ontstaan bloem- en meelsoorten met een constante kwaliteit en functionaliteit. Bij de grondige reiniging wordt het vel, zoals zand, steentjes, metaal en stro, verwijderd met zeeftechnieken, luchtstromen en magneten. In de conditioneringsfase wordt de tarwe bevochtigd om het in de juiste conditie te brengen voor de vermaling. Daarna gaat de schone gemengde tarwe via een uitgebreid buizenstelsel naar de molen. Het maalproces vindt plaats over vijf verdiepingen. De tarwe verplaatst zich door de zwaartekracht naar beneden en ondergaat verschillende maal- en zeefprocessen. Dit gebeurt in zogeheten walzenstoelen en zeefkasten. In een walzenstoel bevinden zich twee metalen cilinders, die voorzien zijn van groeven. Afhankelijk van de structuur van de cilinders en de draaisnelheid wordt de fijnheid van de vermaling bepaald. Na ieder maalproces wordt de tarwe gezeefd, gescheiden en via buizen naar de volgende walzenstoel getransporteerd. Op deze manier wordt de tarwekorrel gescheiden in bloemlichaam, zemel en kiem. De molenaars van Meneba malen in zeven net zo lang tot de juiste kleur en fijnheid van de bloem is bepaald. Door het mengen van fijne en grove zemelen, het variëren met verschillende zeven en door bepaalde instellingen van de walsenstoelen ontstaan er tientallen bloem- en meelproducten.